Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag 7 juni en zoals jullie zien zit ik nu met mijn hoofd recht in het raam. Miranda en René die zijn eventjes wat eten aan het halen en het is nu al 11 uur. Eigenlijk zouden we om 9 uur gewekt worden, maar iedereen heeft zich soort van een beetje verslapen. En zoals jullie zien zijn hier die twee bedden tegen elkaar aangeschoven, want het is geen tweepersoonsbed. Maar ik lag elke keer in de spleet, dus dat lag niet lekker. En dat was bloedheet, dus we hadden die ventilator aan. En toen schrok ik er elke keer ook weer van wakker en toen op een gegeven moment had ik het weer koud. Dus ik heb niet heel erg lekker geslapen, want ik moet altijd heel erg wennen. Maar ja, en ik heb mijn moeder wilde ergens en dat zult ook. De reden dat ik hier nu niet met Tigo aan het vloggen is, omdat altijd als ik ga vloggen of zo, dan loopt Tigo weg of zegt hij doei of zo. Ik weet niet wat het is. Hij vlogt zelf ook, maar hij doet allemaal meer in mijn vlogs. Ik weet niet waarom, maar ja, dan denk ik, dan ga ik maar hier zitten, want anders heb ik toch altijd iemand die mij loopt te verstoren en daarom praat ik ook zo zachtjes. Maar we gaan vandaag naar het strand. Ik weet trouwens niet of ik mijn GoPro meeneem vandaag. Ik denk het niet, want we gaan nog wel vaker naar het strand en ik kan altijd nog gaan filmen natuurlijk. We willen natuurlijk zelf eerst ook even genieten met niet al te veel camera's. En daar in de verte, even inzoomen. Kijk, daar lopen ze hoor. Ja. En ze hebben iets. Kijk, ze hebben allebei iets vast. Jee, daar komt het goed. Woehoe. Oh, en het spijt me zeer dat mijn haar echt heel lelijk zit. En in mijn hoofd ook. En ik ze gewoon niet uitzien. Maar ja, ik heb niet zo goed geslapen. En mijn ogen die joken nog steeds in mijn zo. Ik heb nog steeds hoorkoorts, snap er niks van. Dat zal allemaal wel. Maar ik ga me nu even insmeren. En dat is ook weer een probleem. Want ik kon dus geen zonnebrand van thuis meenemen. Omdat dat niet kon. Omdat we Ryanair hadden. En ja, je kon ook geschreven mensen meenemen. Heel veel dingetjes niet. Dus ze hadden hier zonnebrand. Maar er zit heel veel alcohol in. En ik weet nog wel, elke keer op vakantie was, dan had ik ook zo'n non-grease zonnebrand, zeg maar. Die je helemaal niet echt voelt. Maar die heel erg naar alcohol ruikt. En toen was heel mijn huis als knalrood met allemaal bultjes en ik word helemaal gek van de jeuk. Dus ik hoop echt niet dat ik weer zo'n allergische reactie krijg. Maar ik ga dat zo wel even tegen Miranda zeggen. Want misschien hebben ze nog wel een echte dikke zonnebrand. Want dat helpt mij het meest. Want ik brand best wel snel. Beste mensen van Pink Julia Loves, mijn naam is Tigo. En Julia die heeft volgens mij net verteld dat, dat ik niet graag in haar vlogs wil. Maar dat is natuurlijk gewoon dikke bullshit, want ik wil gewoon in haar vlogs. Dus Julia, mocht je dit terugkijken, I love you. Ik wil gewoon in je vlogs. Misschien doe ik altijd een beetje stoer of zo van flikker op met die camera. Dat is gewoon stoer gedrag. Maar ik meen natuurlijk helemaal niks van. Ik wil gewoon in je vlog. Dus love you, schatje. Kut! Oh, ik voelde het aan, want ik wou mijn camera hierin gaan doen. Wat? Ja, wat nee, heb jij? Ik was tegen de camera aan het praten van dat ik gewoon in je vlogs wil. Ik heb gewoon eerlijk gezegd van dat ik wel zeg van flikker ook met die camera, maar daar merk ik helemaal niks van. Kijk dat haar van mij, jongen. Dus wat gaan we doen? Ik ga gewoon in je vlog, maar wij gaan nou naar het strand. Zo, dat was mooi, hè? Strand. Ja, niet. Strand. Strand. Je ziet echt. Strand. Holy shit, hoe kan je zo snel met je tong? Jezus, dat kan ik niet. Ik heb echt een afwijking met mijn tong. Als ik leg je tong gewoon. Strand. Als ik trrr doe, dan gaat mijn tong naar mijn keel. Kijk. Every time I hear the music play, every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Ik ben vanochtend door mijn voet gegaan of zo, want mijn enkel die doet fucking veel pijn. En gisteren waren we hier dus ook. En toen zei ik tegen van, er zijn heel veel golven, maar die waren er niet. En nu zijn er dus wel heel veel golven. En dan kunnen we lekker met dat ding in de zee, dat is leuk. En er zijn best wel veel mensen. En helaas is het bewolkt. Maar ja, de zon komt echt wel door. Dus we gaan lekker onze handdoeken neerleggen en zo. Zoals jullie zien heb ik helemaal nat haar, want we hebben net echt een hele tijd gezwommen. Want er staan heel veel golven en zo en dat is natuurlijk heel erg leuk. En we hebben met dat grote band ingezwommen.
En we liggen nu lekker even op het handdoekje. En we hebben net even chips op. En toen kwam er ineens zo van señorita, ik weet het niet eens meer. Maar die zitten daar wat te drinken. En ze vroegen of wij ook kwamen, dus we gaan daar nu heen. En ik weet nog niet wat ik ga drinken, maar dat zien we zo wel. Oh shit, ik moet me ook nog insmeren. Ik wou de zee uit omdat ik zei ik moet me insmeren en dan ben ik dat helemaal vergeten. Dus dat ga ik nou maar even doen. Oh, en er zijn echt heel veel van die mensen die allemaal dingen aan ons proberen te verkopen. Hoi. Verkopen. Wat? DVD. No, thanks. Nou, dat is. Ik kom heel de tijd van die mannen die zonder brillen en zo. Of van die vrouwen van hem. Wat fijn. Oh mijn god, het zand is zo warm. Holy shit. Een milkshake binnen chocolade. Ja, er zit een magnum in. Een magnum erin. Het is super lekker. Ja? Ja. Oh, that's impossible. We close it all. Ken, heb je het naar je zin? Ja. Vermaak je een beetje in Torre Vieja? Zoals jullie zien zit ik hier niet meer op het strand, maar ik zit weer in de kamer. Want het is weer avond en de rest van de stranddag hebben Tigo en ik gewoon weer heel de tijd lopen zwemmen. En zoals jullie weten had ik geen GoPro mee en ik ga ook niet met mijn camera in de zee, want dat is natuurlijk veel te tricky. Dus vandaar had ik niet zoveel gefilmd. Maar zoals jullie zien heb ik me even opgefrist. Ik heb wat make-up op gedaan, niet zoveel. Alleen maar eventjes wat mascara, een heel klein beetje wenkbrauwpoeder. En ik heb gewoon een lippenstift op. En ik heb een jurk aan. Ik zal het zo wel wat beter laten zien. Want vanavond gaan we naar een heel leuk winkelcentrum. En dan heb je ook gewoon de Pull&Bear, Bershka, Zara, een hele grote Primark. En weet ik het allemaal. Maar daarvoor gaan we het eten. En dat is dus bijna. En daarom wilde ik nog snel even vloggen. Daar heb ik ook heel veel zin in. En het lijkt me heel erg leuk. Ja, ik hou gewoon veel van eten. Dus dat is het. Maar het is zo'n restaurant en dan kan je 3 gangen kiezen of zo voor een bepaald bedrag. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik ben heel erg verbrand vandaag. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ja, ik was dus allergisch voor een bepaalde zonnebrand. Toen kreeg ik allemaal rode vlekken. En nu ben ik dus een kreeft vooral op mijn lichaam. Dus vanavond ga ik ook even af de sun koop groeien, want die is hier op. En natuurlijk goede zonnebrand. Die past bij mijn huidtype. Maar ik draag dit jurkje. En dit jurkje komt van de Bershka. En die had ik nog nooit aangehad. Want ik heb toevallig net de kaartjes afgeknipt. En ik heb natuurlijk weer mijn Stan Smith aan. Yep. En heel mijn camera zit onder het zand, gadverdamme. Dus dat moet ik even afwegen, maar dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Maar ja, ik zie jullie zo wel weer als we in het restaurant zitten of wat dan ook. Looking through your window. Maybe you're not home. Oh, I tried to call your number. So now I'll leave another message on your phone. Hola. Ik wil dit jaar heel veel geven aan Tigo. En Tigo, laat jij eens even zien wat jij heel veel omgeeft om Julia. I'm joking! Stop! 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 Nu staan we nu in de Bershka. Ik baat me een beetje zacht. Anders kijkt iedereen me zo raar aan. Maar ik zie daar gewoon iemand. Dat ding is niet goed dicht. Zo, ik ga wel zo staan. Maar zoals altijd moet ik weer wat kleding pakken. Maar waar je eigenlijk voor Tigo, want die wil korte broek en zo. Maar ik zie ook weer die leuke dingen. Dus ik heb nu een setje aan. En ik vind dat shirt niet leuk. Maar het broekje vind ik wel heel erg leuk. Hey, dit shirt. Ik vind het echt een heel raar shirt. En dit broekje, die vind ik wel leuk op zich. Alleen ik weet het niet zeker. Maar hier heb ik nog wat meer. We staan nu de Pull&Bear en hier op de grond liggen allemaal kleding. Maar dat heb ik niet laten zien omdat het niet leuk was. Net in de Bershka heb ik trouwens ook zelf niet laten zien, want het stond gewoon niet. Maar ik heb nu een heel leuk jurkje aan. Op keuze van Tigo. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ik kan hem wel even laten zien. Het is gewoon een simpel zwart, of donkerblauw met wit gestreept jurkje. En aan de achterkant
is er dit. Wacht, dat. Maar ik vind het echt heel leuk en het zit ook heel lekker, dus deze gaat mee. I'm a vintage kind of life. Home inside of my. Dan is dit bij deze alweer het einde van deze vlog, want toen we thuis kwamen, toen gingen we gewoon lekker slapen. En de dag daarna heb ik natuurlijk wel gevlogd, maar dat wordt weer de volgende vakantievlog. En ik kan wel alvast vertellen wat we toen een beetje deden. We gingen onder andere naar de markt, dus ik heb best wel wat op de markt gefilmd. En de rest ga ik nog niet verklappen, want dan zou ik zeker de volgende vakantievlog gaan kijken als die online staat. Ik hoop natuurlijk dat jullie dit weer een leuke vakantievlog vonden. Doe vooral een duimpje omhoog als je zin hebt in de volgende vakantievlog en natuurlijk in degene die er ook allemaal achteraan nog komen. Ik vond het weer een hele leuke dag. En ik hoop natuurlijk dat je bij deze weer bij de volgende vakantievlog aanwezig bent. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!